Marowijne doet de eerste stap om zorg te dragen voor de instandhouding van haar erfgoed. In dat kader is vandaag in Mungo de Stichting Monumenten Zorg Marowijne SMZM gelanceerd. Met de lancering van de stichting is het startsein gegeven aan het project onderhoud van erfgoedobjecten in Marowijne. Met dit project werkt de stichting aan een van haar doelstellingen, namelijk het beheren en exploiteren van erfgoedobjecten, historische gebouwen, musea, archieven en elke andere object dat verband houdt met het cultureel erfgoed. Districtscommissaris van het bestuursresort Mungo, Olivia Domini, zegt dat het erfgoed in Marowijne gezien moet worden als een nalatenschap van de voorouders en dit moet meer gekoesterd en behouden worden om hun voortbestaan te garanderen. Als burgermoeder heb ik er heilig geloof in dat deze stichting die opgericht is, om ons cultureel erfgoed te identificeren, te onderhouden en te exploiteren. Dit project wordt uitgevoerd samen met de gemeenschap en voor de gemeenschap. Het is echter de bedoeling van de stichting om te werken aan zowel het materieel erfgoed als het immaterieel erfgoed in Marowijne. De DC en haar commissariaat ondersteunen dit initiatief van de stichting en wij zullen samen Marowijne tot een mooier en aantrekkelijker district maken voor de lokale bevolking en ook voor de toeristen. Marcel Pinas, voorzitter van de Stichting Monumenten Zorg Marowijne, benadrukte dat de burgers uit Marowijne samen moeten werken om hun district mooi te maken. De initiatiefnemer is daarom blij met de samenwerking met het commissariaat, de kerken en het traditioneel gezag van het district. De stichting is volgens Pinas in het leven geroepen om de verloedering in het district tegen te gaan. Pinas presenteerde niet alleen het bestuur van de stichting, maar ook een schema van zaken die aangepakt zullen worden in Marowijne in de komende periode. Casablanca, Asikonhuis, Beatrix Theater, je begrijp, Awoyo, Zwembad, Stadion, Abusheusje, Kainkaba, Klokhuis, Askoutosu, Watertoren, RK Keliki, Agardgebouw, Rudistor, Baka AMC. Want een mooi gebouw die ook toe bij Potali etang, bij de Bando etang, bij Malenda etang. Dat is een mooi gebouw. Zo so, kan knap op. Dus alle de zanden waar we voor denken erover, het is fout doen. En dan makkelijk traject, kijk eens aan met taki. Want ze moeten tijden wel zo, maar we erf goed. Dus waar we voor lukken fout. Tak yang sama de fu u kan bawa hawa osu ainya start. Maar dat wat ik van sama no mak verandere. Dai musi e kan ingen. Bij de lancering van de stichting is het gerenoveerde bushuisje als erfgoedobject onthuld op de hoek van de kapitein Chris Silosweg en Bernard Dorp. Ook is er een grenspaal geplaatst bij de toenmalige concessie van Suralco. De grenspaal was er al en werd rond 1916 geplaatst.